Hey John hier, ik ben hier bij een klant en ik was hier voor een afspraak voor wat advies. En de klant maakte de opmerking dat een van de omvormers van de zonnepanelen niet werkte. Dus ik heb even alles nagemeten. Ik ben het dak op gegaan. Ik zal er even wat laten zien. Wat best wel chockerend is. En de installatie is 15 jaar oud. En sindsdien is er nooit meer naar gekeken. Maar ik zal even wat laten zien. En dan moet je zelf maar even oordelen. Even wat lichter maken. Nou, dit is dus de stekker. Dus de kabels liggen sowieso al in het water. Gewoon los op het dak, alles ligt netjes in het water. Maar deze stekker, die heeft dus waarschijnlijk niet goed in elkaar gezeten. En je ziet, ik weet niet of je kan zien, ja, op het moment dat hij hem dus aanraakt, dan begint hij te roken. Omdat de stroom doorheen gaat. Kijk. En dan krijg je natuurlijk een hele hoge hitteontwikkeling. En dan krijg je brand. Dus deze mensen die hebben echt veel geluk gehad. Hier. En zo. Zo zat hij dus. Ik denk, ik ga even het dak op. Even kijken wat er gebeurt. Maar je kan dus ook al zien dat het niet echt door een installateur is aangelegd. Want de panelen zitten los op de bedrading. En dat zit eigenlijk overal. Even kijken. Dus alle panelen zitten maar vast met twee boutjes. Nou, de bekabeling dus inderdaad gewoon los op het dak. Dus ja. Dus deze ga ik even afkoppelen. Dat dit in ieder geval veilig is. Maar dit is best wel, om het netjes te zeggen, link. Dus laat alsjeblieft je installatie installeren door een bedrijf wat goede materialen gebruikt, kennis heeft van zaken en ga niet zelf lopen prutsen. Iedereen maakt fouten. Als je geen fouten maakt, dan leer je ook niks. Maar het is wel belangrijk, dit gaat wel om veiligheid. Als die stekker tussen je isolatie had gezeten onder je pannen, dan had je brand gehad. Dus ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.